Senja is een woningcontroleur. De zekeringkast kijken we na of dat de nodige verliesstroomschakelaars aanwezig zijn. Hij gaat langs huizen en appartementen in Hemiksem die verhuurd worden. Dat doet hij op vraag van de gemeente, om te controleren of de verhuurde panden wel in goede staat zijn. We willen eigenlijk die huurders beschermen en langs de andere kant de eigenaars motiveren om dus een kwalitatieve woning aan te bieden aan de huurder. We deden dit ook al langer, maar we willen eigenlijk vooral het aantal controles opdrijven, omdat we weten bijvoorbeeld in Hemiksem dat er toch veel oudere woningen zijn. Mensen betalen heel veel bijvoorbeeld voor energie. Ja, dan kan het wel nuttig zijn om te investeren in dubbele beglazing, betere isolatie. Daar is de huurder mee gebaat, maar uiteindelijk ook de verhuurder, want zijn pand wordt meer waard. De aansluitingen van de ketels kijken we ook altijd even aan. Is de woning niet volledig in orde, dan krijgt de eigenaar tips van de gemeente om het pand conform de regels te maken. De controle is verplicht als je een woonst verhuurt die ouder is dan 40 jaar. Men moet dus, als men een oudere woning verhuurt, een conformiteitsattest aanvragen, die controle aanvragen. Doet men dat niet, dan kan men een gasboete krijgen. Dat kan tot €300 per jaar gaan. En dat kan dus elk jaar opnieuw €300 zijn als men eigenlijk in de boosheid blijft volharden. Maar voor het merendeel van de verhuurders gaan we ervan uit dat zij van goede wil zijn. En zijn daar dus geen boetes voor. Zij moeten gewoon zien dat de woning in orde wordt gemaakt. In Hemiksem wonen op dit moment 1200 gezinnen in een woonst die ze huren.